Welkom WBP Stars. I'm Peter Goossens from Restaurant Hof van Kleef in Belgium. And here we're gonna make one of our classic dishes. It's the turbot grillé with béarnaise d'homard. Dus hier hebben we een tarbot, dus de dikste kant van de tarbot. Je hebt hier ook de andere zijde, dat wordt meer gefileerd voor te pocheren. Dat is de dikke zijde. Dus een tarbot is niet de grootste, het is een tarbot van 1 kilo of 6. Je kunt tot 8 kilo gaan, maar groter hoeft ook niet, want dan worden ze te slap. Dus wat gaan we ermee doen? Dus we hebben die in 2 gesneden. Nu gaan we daar een moten van zagen. En die moten worden gegrild. Dus eerst snijden we nog een kop af. Dus hier hebben we nog een stuk dat naast de kop zit. Dat wordt ook gebruikt om te pocheren. Dan gaan we eerst. Hier zie je dat natuurlijk ook. Ziet je hoe mooi fris rood dat er is? Het bloed die daar nog in zit. Het is zuiver rood. Het is niet donker, het is lichtrood. Dat geeft de versheid aan van je tarbot. Ook als je daar aan ruikt. Dat ruikt echt naar niets. Ziet je, hier is dan de bruine zijde, dat is de bovenzijde van de tarbot. En de witte zijde is de onderzijde. Dat is dus een platvis die op de bodem zwemt. Dus die zwemt zo vooruit. We gaan daar eerst de kop afzagen. Die wordt dan gefileerd. En dan kunnen we hier dan beginnen aan onze moot. Mooie, prachtige moot. De vinnen gaan eraf. En dan wordt dat op die en die zijde gegrild. Terwijl belangrijk is dat we dat eerst nog even gaan spoelen voor het overtollige bloed dat er nog zou kunnen inzitten, om dat eruit te doen. Dan is het ook belangrijk dat je die gaat droog deppen, want anders krijg je vocht in je grill en dan gaat je niet mooi kunnen grillen. Ziet je, al het bloed is er mooi uit. Prachtig stuk tarbot. Nemen we een schaal met een beetje geklarifieerde boter. En dan wordt dat zo gegrild. We hebben nu onze tarbot. En die gaan we nu, zo'n klein beetje klarifieer de boter daaraan. En die wordt nu gegrild. Dus dat is eerst, we gaan die kadrieën. De ene kant. Dan draaien we die. Een kwart. En dan de andere zijde.
Zoals je dat nu kunt zien, bovenaan is het mooi gekadreerd. Nu zijn we de onderkant bezig. We gaan het kwart draaien. Eenmaal dat dit is gebeurd, gaat hij in een schaal. We doen er nog een klein beetje boter over. En dan gaat hij in een oven. Maar we doen dat meestal in onze patisserieoven. Waarom? Dat is een oven met een gelijke temperatuur die zeer zacht is. Natuurlijk, die oven staat op 200 graden. 200 is 200 graden, maar de gevoelstemperatuur in die oven is anders. En die gaat dan zeer zacht. Dus onze tarbot. We kruiden die al met peper en zout. Dan doen we daar klontjes boter op. Wat gaat er nu gebeuren? Dus die tarbot met die beetjes boter, die gaan nu in de oven. Die boter gaat zachtjes erover smelten en daardoor gaat hij ook minder gaan uitdrogen. Je moet toch 10 à 15 minuutjes in die oven zitten op zachte temperatuur, zodat hij zachtjes gaat gaan. Dus nu gaan we die in de oven plaatsen. Onze oven staat op 200 graden. Dus we gaan naar een rooster in, die niet direct contact heeft, maar het gewoon de omgevingstemperatuur is. En hier mag jij dan 12 à 15 minuutjes inzetten. Nu onze tarbot zit in de oven. Nu gaan we beginnen met onze kreeft. Dus het is een béarnaise van kreeft. Daar hebben we natuurlijk kreeft voor nodig. Dus die kreeft gaan we koken enkele minuutjes. Want die moet achteraf nog gebakken worden. Dus we gaan die gewoon koken, zodat we uit de schaal kunnen halen. Wat belangrijk is dat je die rubbers daar af doet, want anders smaakt je voor bouillon naar de cachou. Na die kreeft. Dat is ook een courbouillon die we op voorhand gemaakt hebben. Dat we al die, de salder, de ajuin, dat er allemaal al uit gaan laten. We hebben dat gezeefd, dus dat is gemakkelijk om straks die kreeft eruit te halen. Anders hangt dat vol met al de groen. Dus dat is één. En dan natuurlijk, wat hebben we nog nodig voor onze béarnaise? Dat is eieren, boter en dragon. En dan op het laatste doen we daar een klein beetje dragonazijn bij. Voor op te frissen. En dan wordt dat geserveerd bij de kreeft. Wat kun je daar dan bij serveren? Je kunt daarbij doen puree aardappeltjes. Je kunt daarbij doen een gewoon gekookt aardappeltje. Je mag kiezen. Je kunt ook een puree maken. Wij geven daar soms de puree bij met een extract van bouillabaisse. Dat is een beetje een echte zeesdag geproefd. Dus daar kun je alle kanten mee op. Dus de kreeft. In die béarnaise nog meer te hebben. Dus nu, voor de béarnaise heb ik hier al twee dooiertjes. En die gaan we opkloppen met een klein beetje water. En al voor de binnen een klein beetje dragonazijn. Maar niet overdrijven, als je daar al te veel azijn in doet, kun je die niet meer mooi opkloppen en krijg je geen mooie binding meer. En dan pas gaan we de boter eraan toevoegen. Ook, ik werk altijd bij mijn emulsiesaus met rauwe boter. Gewoon niet zo van een klarifierde boter daarin. Ik heb liever de smaak van de rauwe echte boter. Dus hier hebben we nu
bakje voorzien met ijs. Dus om die kreef direct in shock te steken als ik hem afdoe. Dus zeg maar, ziet je, is nu mooi. Maar eerst, die kreeft is nog niet gaar, hè? Het is ook een Europese kreeft. Een Canadese kreeft is anders. Bruiner. Hier heb je die mooie witte stippen allemaal. Dat is typisch voor de, als die gekookt zijn, voor de Europese kreeft. En die doen we nu in het ijs. Zo koelt die direct af en kunnen we die direct decortiqueren. Hier hebben we nu onze dooiers. We gaan erbij doen, een beetje water. Anders kun je die onmogelijk opkloppen. Al een klein beetje dragonna zijn. Dan moet er nog één ding in doen, dat is gewoon op knop. En nu, wanneer kun je zien dat die basis goed is, als je zo ziet, die strepen beginnen te blijven staan. Je krijgt een binding. Het is niet alleen schuim dat je nodig hebt, je hebt een binding nodig van je eier. Ziet je dat begint, een klein beetje. En dan pas kun je boter bij. Als je dat niet hebt, doe je boter daarbij. Wat gebeurt er dan? Dan gaat je boter uitzakken en je eier ook. Ziet je hoe mooi dat gebonden is nu? Daar kun je blijven doorkloppen als die pan niet warm wordt. Anders krijg je allemaal kleine stipjes. Dus nu, op daarbij. Gewone. Rauwe boter, dus niet gesmolten. Ik heb daar liever van smaak. Misschien heb je de perfecte geklopte béarnaise. Mooi aan die structuur. En het is die mooie smaak van die rauwe boter. Wat moet daar nu nog bij? Een beetje fijn is deze shallot. De kreeft, dragon en een klein beetje dragon was. Wat we gaan nu doen met die kreeft, we gaan die in stukjes nemen, maar die gaan we nog even juist even opbakken, dat die nog meer smaak heeft. Nog wat pannen, een beetje boter. Oké, ziet je, we snijden die in stukken. Ook niet te klein, ook niet te groot. Die worden juist lekker in de boter gebakken. Dan heb je die dubbel smaak. Dat is één. Dan hebben we nu nog de dragon. Dragon altijd zo laat mogelijk toevoegen dat je een mooie frisse smaak hebt in je béarnaise. En dan ook nog het mooie groene van die dragon.
is bij kreunen. Kreunen moet gesneden. Dus als je, dat, moet, als je die kreun gaat hakken, plet je die. Als je die mooi snijdt, gaan die veel langer groen blijven. Anders maak je die kapot. Dat is wel belangrijk bij groene kreunen. Die nu lichtbruine boter. Kreeft erin. Beetje peper. Dus die kreeft is in feite nog half rauw. Die wordt nu juist even een klein beetje aangebakken. Dan hebben we onze béarnaise. Daar voegen we aan toe de rode shallot. Maar we gaan dat halen. Doe dat in een ander potje. Weet je waarom? Hier heb je de smaak, de suc van die kreeft die er al in zit. Dus ziet je, die is nu mooi even gebakken. Daar doen we nu bij onze shallot, onze dragon. En daarop komt nu zulke, en nu maak je met die saus alle sucs mooi los van die kreeft. En die zit nu allemaal mooi in je saus, want dat is heel belangrijk. En dan gaan we nog juist op het laatste een klein beetje opfrissen met een beetje brouwen. Ik denk dat nu ondertussen ook zal tijd zijn om onze kreeft uit de oven te halen. Daar wordt gaar. We gaan die nu uit de oven halen. En juist op het laatste moment nog even arroseren. En dan komt daarbij onze béarnaise van kreeft. Nu weer een proper schaaltje. Béarnaise van kreeft.